Heeft u wel zo'n moment gedacht... ik zie die beweging niet of te langzaam gaan. Ik gooi het beltje bij neer. Ik ben niet op de juiste plek hier. Meerdere malen. Echt waar? Ja, echt waar. Ik ben nog nooit zo gewezen op mijn anders zijn... Ja. Al sinds ik bij de politie zit. Als jij dag in dag uit in een bepaalde wijk werkt... of met een bepaalde doelgroep werkt... en dag in dag uit geconfronteerd wordt... want dat is ons vak met die andere kant van de samenleving... die niet zo mooi is als de mooie film... of onze dagelijkse televisieprogramma's... dat het ook iets met je doet. Het is ver van mijn bed, Jo. Ja. Dat voel ik aan alle kanten. Ja. Vrouw, lesbisch en allochtoon heb jij überhaupt moeten solliciteren. En dat is niet één keer tegen me gezegd. Ja. Het is niet twee keer tegen me gezegd. Oef. Het is eerlijk gezegd ook niet... drie keer tegen me gezegd. Wij zijn ontzettend blij en trots dat wij de vertrouwenscijfers zien stijgen bij de politie. Maar als we inzoomen op dat cijfer, dan zien we dat 60% is zeer tevreden. Maar we zien ook dat 30% heel erg ontevreden is. En als we kijken naar wie die 30% zijn, dan zijn dat vooral jongeren met een migratieachtergrond. Na 9-11, ja, over moslims dingen geroepen, waar ik denk van, oh jee, laten we wel meer een deel deugd. Ik vind dus de neutrale positie vind ik heel goed. En ik vind dat we moeten staan voor de wetten en de regels die we hebben afgesproken. Maar dat is, dus, wat wij tot nu toe ook gedaan hebben. Gewoon niet zoveel doen, doe maar normaal en dan doe je al geen genoeg. Dat verhaal, daardoor zijn wij ook niet verder gekomen dan waar we nu zijn. Want uiteindelijk moet je het wel als organisatie zeggen... ja, maar jongens, wij begrijpen dat dit allemaal deze fenomenen spelen. Ik merk dat bij mezelf ook met mijn achtergrond, mijn opvoeding... Maar het kan niet. Dus wij hebben op B gewoon te doen dat we zeggen... wat is nou onze professionele stap? Welkom allemaal in de Bali. Mijn naam is Rogaya Sek en naast me staat Martijn de Greve. Ik ben programmamaker in de Bali en wij werken heel vaak samen. Martijn de Greve is dagvoorzitter en presentator. En wij zullen deze avond leiden. We gaan het hebben over hoe de politie, de inclusieve... organisatie kan worden die het zou moeten zijn. En zoals je net al zag, hebben wij dat gesprek ook gevoerd... op verschillende eenheden door het land de afgelopen 2 jaar. We hebben een tournee gemaakt, zoals Gaia net zei... waar echt van alles langskwam. Openhartige gesprekken, schurende gesprekken. Er is zelfs ook nog een paar keer hard gelachen, zou ik bijna vergeten. Het was af en toe ook pijnlijk. Het was af en toe zelfs onthutsend. Maar dat was precies de bedoeling. En het gekke is dat we eigenlijk dus een tournee afsluiten. Maar we sluiten in die zin helemaal niks af. We hopen eigenlijk met dit gesprek dat het een versnelling is... op een gesprek wat dan de hele tijd gaande is. Laten we eerst eventjes een greep doen uit de krantenkoppen. Want we waren hier dus 2 jaar geleden. En in de tussentijd is dit zowel wat gebeurd is. December 2020, politie Rotterdam weer in opspraak om racisme. Maart 2021, honderden mensen bij racismeprotest Rotterdam... 23 mei 2022, de documentaire De Blauwe Familie is uitgekomen. En op 7 juni harde uitspraken van korpsleiding. Voortaan dreigt ontslag voor racistische agenten. Dus het lijkt me ook goed om meteen de korpsleiding naar voren te vragen. In ieder geval Lisbeth Huizer, plaatsvervangend korpschef. Onderweg hier in de tram dacht ik bij mezelf... hoe is het om leiding te geven aan een organisatie... die structuren van racisme en discriminatie kent. Lastig. Daar mag nog een zinnetje bij van mij. Toch wel, ja. Ja. Nee, kijk, waarom is het gewoon lastig? Omdat je een politieorganisatie... die moet staan voor de waarde van de rechtsstaat... en waar je constateert dat racisme en discriminatie... ook daar intern in plaatsvinden. Nou, dat is al gewoon een hele... pijnlijke constatering. Als je dan ook constateert hoeveel mensen daar ook gewoon door beschadigd zijn geraakt. Maar je staat tegelijkertijd ook aan de leiding van die organisatie. En ik heb in een eerder moment wel eens een keer uitgesproken zo van... ja, weet je, je zou willen dat je al die 70.000 mensen zou kunnen beschermen... tegen dit type gedragingen. En dat kan niet. Dus ik zit er soms ook gewoon echt zelf ook met een heel dubbel gevoel. Enige manier om tot verandering te komen... is dat we ook echt gewoon de plek der moeite gaan opzoeken. Dat we het ongemak in de ogen zien. Hoe ingewikkeld ook, hoe pijnlijk ook. Maar dat is de enige manier om echt tot die cultuurverandering te komen. Grote krantenkop, waar in het verleden vaak mensen die ver over de schreef gingen... denken aan alle WhatsApp-berichten... die konden dan een streng functioneringsgesprek krijgen... en werden wel eens overgeplaatst. En op een gegeven moment heeft u gezegd, en ook in de pers laten weten... van nu is one strike out. Dat betekent als dit is gewoon gebeurd, dan ga je eruit.
Wat heeft u zien gebeuren nadat u dat zei en dat meldde binnen de organisatie? Nou, wat ik zag gebeuren is dat er onzekerheid ontstaat. En die snap ik. Bij wie? Bij veel mensen, collega's die dan zeggen... Oeh, weet je, maar nou moet ik echt op mijn woorden gaan letten. U bedoelt vrij vertaald, je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen. Ja, inderdaad, u zegt dat inderdaad heel... Ja. Het is niet dat wij nu zeggen van... ook, weet je, iedereen willen we maar met ontslag sturen. Maar wat wij wel merkten is... dat als wij weliswaar prediken met elkaar... dat racisme en discriminatie niet mogen voorkomen in onze organisatie... en dat dat de norm is. Maar als vervolgens ook blijkt... of in ieder geval ervaren, gevoeld wordt... dat op die norm geen straf staat... ja, dan heb je eigenlijk een soort van straffeloosheid. En dat moest wel duidelijk begrensd gaan worden. In de tussentijd hebben we dus ook... dat was de eerste krantenkop in Rotterdam... agenten die op een racistische wijze... met ook allemaal racistische scheldpartijen... twee mannen hebben opgepakt, zwarte mannen. En ook daar is nog niet echt op geacteerd... Nou ja, dat zou ik niet zeggen. De vraag is of er genoeg en of er stevig genoeg op werd geacteerd. Hè? En als u die vraag zelf beantwoordt? Nou ja, kijk, het is altijd weer even terug. Kijk, dit had een aanleiding en een voorgeschiedenis. En ik kan de beoordeling, en daar wil ik ook voor blijven staan... ook naar deze collega's, die niet loszien van het feit... dat het eigenlijk al eerder bekend was en eerder was afgedaan... met een goed gesprek toen. Daarvan zeiden wij allemaal met elkaar toen dit naar buiten kwam. Ja, maar dit kan je niet afdoen met een goed gesprek. En dat is ook wel het punt geweest, denk ik ook... al zeg maar het eerste punt wel dat het besef bij ons kwam. Ik zal dat nooit vergeten. Ik ging in gesprek met een aantal van onze mensen uit de netwerken... en die daar ook echt heel emotioneel zaten. En ook aangaven zo van, ja maar Lisbeth, ja maar leiding... wat betekent dit nu? En betekent het nu feitelijk ook dat wij een soort van vogelvrij zijn? En op dat moment weet ik ook nog wel dat wij... en nog een keer zeiden zo van nee, maar de norm is helder. En eigenlijk op dat moment in dat gesprek kwam eigenlijk al dat besef... nee, maar hij is niet helder. Want we hebben niet duidelijk gemaakt wat overschrijding van deze norm eigenlijk voor betekenis heeft... Maar bent u geschrokken van wat er in de documentaire De Blauwe Familie gezegd werd? Uiteraard, uiteraard. Maar zijn er ook dingen gezegd waarvan u dacht, dit wist ik niet? Ik kan niet zeggen dat ik het niet wist. Want er zijn gewoon meerdere collega's geweest in de afgelopen jaren... waar het ook wel duidelijk werd of waar het ook wel naar voren kwam. Wat in de documentaire in ieder geval wel echt nog veel scherper eigenlijk tot mij ging doordringen... is wat je ziet, wat die langjarige opbouw doet met collega's. En dat je dan uiteindelijk ook gewoon tot geen andere conclusie kan komen... van ik kan hier niet meer werken. Nou, dat kwam wel echt binnen, hè, hoe dat werkt. Ik denk wat dat betreft dat de documentaire voor ons een van de... uiteindelijk gewoon, we wisten het niet dat die kwam... maar dat een van de belangrijkste instrumenten is die ons helpen... om verder te komen. Waar zijn we nu in dit proces? Dus eigenlijk even plat gezegd... de collectief samen gaan we pratend een cultuurverandering doen... is dus eigenlijk vervangen, eigenlijk een stap terug... toch tot een polarisatie en misschien wel wat schuring... om het echte gesprek echt te entameren. Ik weet dat ik 2 jaar geleden eigenlijk ook nog wel echt... in ieder geval op een manier keek, ook als het gaat over... racistische, discriminatoire uitlatingen... dat ik te veel dat soms wilde plaatsen, ook in de context. Ja. Dus dat ik de context leidend liet zijn... ook in de beoordeling hoe daarmee om te gaan. Context is belangrijk, maar het kan ook vertroebelen. Juist. En dat was wat er gebeurde. En nu zeggen we echt... nee, wat er ook gebeurt, natuurlijk... uiteindelijk speelt de context mee in de mate van de sanctie die je oplegt. Maar het mag nooit meer zo zijn dat we hieraan voorbij gaan... En die stap hebben we nu echt wel gezet. En daar moesten wij ook als korpsleiding, als leiding... ook ons duidelijk op laten uitspreken. En nou, dat hebben we gedaan. Lisbeth Huizen, dames en heren, dank u wel. En dan wil ik nu naar voren vragen Hisham Arkani. Wijkagent in Bokstel. Welkom. En Mallory Gangasing, SAAS-coördinator basisteam Utrecht Centraal. En zagen we net in het filmpje. Zagen we net ook, inderdaad. En ik wil het graag eigenlijk hebben over leiderschap.
Want we hebben natuurlijk net de top gehad. En sancties, dat gaat juist misschien om meer de agenten, de werknemers. Maar waar ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid daartussen om dit vraagstuk op te pakken? Op het moment dat ik zag dat Lisbeth dat dit in de krantenkoppen stond, ten eerste vond ik het een heel mooi moment. Ook een mooi moment om deel te zijn van de politie in een tijd dat er zo'n statement wordt gemaakt. Alleen wat ik een beetje mis is, we kunnen collega's op de reguliere werkvloer bestraffen wat we willen, ze ontslaan wat we willen. Maar cultuurverandering, dat betekent dat we aan de slag moeten met vooral het middenmanagement. Dat zijn teamchefs. Maar vooral de eerste lijnsleidinggevende, de operationeel expert heet dat bij ons. Als wij die niet meenemen in deze ontwikkeling, dan bereikt de boodschap van de eenheidsleiding en van de korpsleiding de werkvloer niet. Dus ik kom even terug, want jij gaf eerder aan dat het eigenlijk, volgens mij, corrigeer me als ik ongelijk, niet heel veel veranderd is voor jou de afgelopen 1,5-2 jaar. Nou, voor mijn gevoel, wat is veel, hè? Het is een relatief begrip, maar ik merk dat we daar de afgelopen jaren steeds maar over hetzelfde hebben. En we praten steeds over die verandering, die doorontwikkeling. Het heeft tijd nodig en het heeft ook tijd nodig. Alleen, het is niet zichtbaar genoeg of voelbaar genoeg of hoe je het ook wil noemen. Dus in die zin denk ik, we zijn op de goede weg, want dat wordt vaak gezegd. Maar zo voel ik hem ook wel. We maken echt wel stappen. Maar hoe lang zijn we al bezig met dit soort gesprekken te voeren? Ik heb heel wat bijeenkomsten bijgewoond. Ik sla ontzettend aan op de zin, het is niet zichtbaar en voelbaar genoeg. Ja, dan heb je het ook wat over het stukje. Moet afvragen, wat moet er gebeuren, wil het zichtbaar en voelbaar zijn? Ja, maar dan heb je het ook over het normeren. Hè? Ja. Het zichtbare normeren. Want je kunt wel een casus goed aanvliegen en de sanctie opleggen die daarbij hoort. Maar het zichtbaar maken van zijn optreden, dat doet ook iets met de omgeving. Want zo laat je ook zien van tot hier en niet verder. Hoe jij een extra verantwoordelijkheid vanuit jouw persoon en misschien ook jouw achtergrond om dit echt extra zichtbaar en voelbaar te maken? Om het ook te agenderen en te benoemen? Nou, heel eerlijk gezegd, ik heb ook een tijdje gehad dat ik daarmee gestopt ben. Omdat ik dacht van, het is, waar ben ik mee bezig? Ik wil mijn steentje bijdragen, maar het wordt niet gedeeld, het wordt niet gedragen. Die draagvlak is er niet. En dat heeft deels ook te maken met het feit dat het ook niet gedragen wordt. Misschien vanuit de teamleiding, omdat ze het ook niet voelen. Die pijn die ik heb of die jij hebt, die wordt niet gevoeld. En daar zit die vaak ook. Hè? Schrijf je nu eigenlijk dat je de strijd opgegeven hebt? Ik heb een tijdje heb ik de strijd opgegeven. Waar ben je nu dan in het proces? Ik ben in een proces dat ik niet opgeef. Dat ik niet op wil geven. Waarom niet? Omdat ik zie dat dat doel wat we graag willen behalen, dat is te behalen. Alleen, daar hebben we flinke veranderingen voor nodig. En die veranderingen beginnen niet in die onderlagen, de mensen die op straat werken. Is het een risico voor je carrière dat je het weer opgepakt hebt? Het is niet altijd zonder consequenties. Exact. Zeker, want laten we heel eerlijk zijn, een uitgesproken mening hebben of ergens iets van vinden, kan betekenen dat je misschien beperkt wordt in bepaalde ontwikkelingen. Waar komt dit hernieuwde vertrouwen bij jou vandaan? Dat je zegt, ik laat me niet aan de kant schuiven, ik pak hem opnieuw op. Wat is daar de reden toe? Ja, het klinkt heel cliché, maar mijn hart ligt bij deze organisatie. En ik heb best wel wat dingen meegemaakt waarbij je misschien al in een eerdere fase zegt van, ja, het is goed, ik voel me daar niet meer thuis of ik hoor daar niet meer. Maar ik geef niet op, omdat ik, weet je, het is ook, het zijn vaak, we praten dan over een organisatie waarbij, want dat zei u net ook, hè, waar racistische uitspraken gedaan worden. Maar de organisatie is niks te wijten. Het is de individu of het is een groep vaak. Hè, dus zo moeten we hem ook zien. Want de organisatie staat toch voor de kernwaarden die we heel erg hoog hebben zitten. De organisatie is niks te verwijten. Martin Sitalsing zei bij Op1 dat hij de politie kwalificeerde als een organisatie waar structuren van racisme en discriminatie in zitten. De organisatie. U zegt hier in één zin, de organisatie is niks te verwijten. Nee, ik vind, kijk, de organisatie, die staat ergens voor. De individuen maken dat dit soort zaken boven water komen. Maar dat kun je toch niet de organisatie aanrekenen? Want het zou betekenen dat als ik iets zou doen wat niet zou mogen, dat het de hele politie, daar doe je heel veel collega's tekort mee, vind ik. Dat is ook weer de andere kant van de medaille. Valerie? Nou, ik denk van wel. Ik denk dat op het moment dat dit soort dingen plaatsvinden in jouw organisatie en je grijpt niet in, dan ben je wel degelijk als organisatie eraan te wijten dat je onvoldoende doet om dit tegen te gaan. En we hebben het net over zichtbaarheid hiervan. Hoeveel zichtbaarder kan je het krijgen dan de blauwe familie? Hoeveel zichtbaarder? Maar mijn eerste rangs leidinggevenden hebben het niet gezien. Niet gezien.
Ja, en dan dat kwetst mij. Ik heb twee leidinggevenden in de eerste lijn. De eerste gaf aan, ik heb het niet gezien, want het doet mij pijn om dat soort dingen te horen. En dat vind ik heel erg, dus daarom wil ik het niet zien. Okay. En de andere gaf aan dat ze er nog geen tijd voor had gehad. Nou, ik weet niet wat ik erger vind. Dankjewel, Hisham, dankjewel, Mallory. Dan wil ik graag Meral Oesloe naar voren vragen. Documentairemaker van de Blauwe Familie. Toch de vingers. Wie heeft hem allemaal gezien, de documentaire, jongens? Kijk eens aan, kijk eens aan. Iedereen echt. Want ik wil eigenlijk eerst even vragen, nu toch iedereen alles heeft gezien, van hoe is de film tot stand gekomen? Control-Delete, die vroeg aan ons of wij een documentaire wilden maken over racisme binnen de politie. En toen hebben wij onmiddellijk ja gezegd, omdat dat is iets wat eigenlijk onbekend is. Ik weet wel dat de politie ook racistisch kan zijn naar buiten toe. Ik heb een Turkse achtergrond. Alle jongens uit mijn familie zijn wel eens opgepakt voor niks. Dus ik bedoel, wij kennen, dat ken je. Maar binnen de politie was ik echt totaal verbaasd over. Dat je collega's bent van elkaar en dat je dan elkaar gewoon onder het mom van een grapje, stoom afblazen en echt gewoon vervelend pestgedrag. En dan jarenlang en stelselmatig discrimineert. Dus ik heb echt bewondering voor jullie dat jullie als politieagent werken met een kleur. Ik bedoel, ik zou het echt never en nooit doen. Maar ik ben echt totaal verbijsterd over het effect van de film. Van dat het zo groot is aangekomen en wat het veroorzaakt heeft. En dat is eigenlijk ook wel... NCRV wilde heel graag dat wij hoor en wederhoor gingen doen. Dat hebben we voorbereid. We hebben een aantal fragmenten van 20 minuten voorbereid om het aan het korps te laten zien. Maar ja, kijk, die verhalen... We hebben ook heel veel verhalen van mensen die niet durven te, die niet voor de camera willen. Hè? En die inclusie, de politieorganisatie zegt al 30 jaar dat ze inclusief willen, maar dat gebeurt gewoon niet. En wij dachten, ja, als je hoor en wederhoor gaat plaats doen, dan krijg je weer hetzelfde. Hè? Van, ja, wij willen. Maar uiteindelijk gebeurt het niet. We hebben in het geheim en in een anonimiteit die film opgenomen. Het idee van die hotelkamer is eigenlijk een beetje gekomen doordat onze hoofdpersonen het verhaal wel wilden vertellen, maar niet op een openbare plek. Ik ga er maar even vanuit dat je met de meeste, maar niet allemaal mensen die in jouw documentaire zitten, ook nog contact hebt. Zeker. Heeft het effect gehad binnen hun functioneren binnen het korps? Hoe gaat het met jou, is dan de vraag. Nou, voordat de film uitkwam, echt ontzettend spannend, zeg maar. En nadat hij was uitgekomen, eigenlijk alleen positieve reacties gehad. Maar u werkt op dit moment nog bij de politie? Ik werk op dit moment bij de politie, niet op dit thema. En maar bent u dan de enige van de mensen die in de documentaire aan bod kwamen die nog bij de politie werkt? Nee, ik ben niet de enige. Die nog bij de politie werkt? Mag wordt iemand verlinkt? Eiffel werkt ook toch? Ja, ik werk ook nog steeds bij de politie. En er zit wel wat beweging in. Maar ik noem het nu voornamelijk verkennende bewegingen. Was het nou een surprise attack voor de politieorganisatie, voor de rest? Of waren ze wel op de hoogte gebracht nou, van tevoren? Volgens mij wisten ze het wel. Want we hebben de voorlichters van de politie, die hebben continu voor de film gelegen. En wij hebben... Wacht even, voor de film liggen, bedoel je tegengewerkt? Tegengewerkt, ja. Wat ik niet zo goed begrijp, u heeft het in het diepste geheim gedaan. Dus hebben ze überhaupt wat tijd en ruimte gehad om tegen te werken, als u het in het geheim gedaan heeft? Nou, aan al een van onze hoofdpersonen is gevraagd van, wij weten dat jij aan een film meegewerkt hebt aan een film. Wie zijn de makers? Waar heb jij het over gehad? Toch niet over die zaak Humera. En weet je, gewoon allemaal dat soort... ze zijn heel erg... we zijn ook echt voorzichtig geweest met het materiaal. Omdat we dachten van... er zijn mensen die wij wilden filmen, die zijn niet... Die hebben het gevraagd aan de voorlichters. En toen hebben de voorlichters gezegd, daar ga je niet aan meewerken. Meral Oesloe, ik pak die van je over. Dankjewel. Martin Soetassie, Lisbeth Huizer. Mag ik jullie vragen weer? Martin, mag ik bij jou beginnen even? Even open, want er is een heleboel gezegd en gebeurd echt tot nu toe. Maar waar ben je tot nu toe het meest op aangeslagen? In welke vorm dan ook? Dat
natuurlijk de tone of the top belangrijk is. Maar hoe je als collega's het gesprek met elkaar voert en daarmee omgaat, dat daar ook wel de kern zit van de verandering binnen onze organisatie. Het is vaak moeilijk uit te leggen aan buitenstaanders hoe, zeg maar, hoe groot, maar soms ook hoe beperkt ook de invloed is vanuit de top van de organisatie. Omdat de cultuur in de uitvoering, de vrijheid van handelen in de uitvoering, bijzonder groot is binnen die politieorganisatie. Wordt er bij jullie nu anders gekeken en geoordeeld en gehandeld als het gaat om mensen die gewoon naar buiten stappen met verhalen? In de top dus? Absoluut, absoluut. En dat is wel het traject wat wij 2 jaar geleden ook rondom Politie voor Iedereen, zijn we dat ook echt wel aangegaan. En ik ben zelf, weet ik ook nog wel echt, op een gegeven moment voor de hele top gaan staan. En dat ik echt zei van, weet je jongens, het is nu wel erop of eronder. En we moeten er nu aan geloven. En het moet echt van ons worden, ja. Want anders kunnen wij dat niet doorvertalen. En natuurlijk, we hebben dat op alle lagen, hebben we hier iets aan te doen. Maar als wij daar niet het goede voorbeeld in geven. Heeft u wel eens een moment gedacht, ik zie die beweging niet of te langzaam gaan, ik gooi het beltje bij neer, ik ben niet op de juiste plek hier. Meerdere malen. Echt waar? Ja, echt waar. Was de laatste keer geweest? Dat was toen in 2019 en toen ben ik voor die zaal gaan staan. En heb ik dat ook aangegeven. Wat was de aanleiding daarvan? Dat was omdat er toen dus heel veel collega's naar buiten stapten. En eigenlijk ook telkens op alle individuele verhalen die er kwamen, toch een soort van ontkenning kwam. Dus het werd eigenlijk ook nog niet gezien echt als een punt wat gewoon echt, zeg maar, de kern raakte van, hè, van, wil je uiteindelijk staan voor diversiteit, voor inclusie, dan moeten we daar anders in gaan staan. En toen ben ik er ook echt zo voor gaan staan. Ik heb gezegd van, ja, weet je, ik heb echt op punt gestaan om te zeggen, weet je, ik stop ermee. Ik moet ook naar mijn eigen rol erin kijken. Ja. En het waren eigenlijk ook wel weer collega's die me op dat moment over de streep hebben getrokken. En hebben gezegd van, ja, weet je, maar we willen toch graag dat jij ervoor blijft staan. Martijn, dezelfde vraag voor jou is natuurlijk eigenlijk, ooit spijt gehad dat je terugkeerde? Nee, nooit. Nee? En ik moet je zeggen, en de moed zakt me ook nooit in de schoenen. Ik weet het van Lisbeth, hè, en die zit er ook zo in. En natuurlijk heb ik momenten dat ik denk van, tjongejonge, 5 stappen terug. Maar ik heb echt, ik zit daar met, nou ja, sommige mensen zeggen met een soort blijmoedigheid, maar zeker ook een strijdvaardigheid zit ik in het onderwerp. En dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ik weet ook dat ik dat voor mijn kinderen doe. Ik citeerde je al eigenlijk een keer even, dat jij bij Op 1 zat en dat jij zei, binnen de politie zijn structuren van racisme en discriminatie. Dat was een uitspraak, ik weet dat ik het live zat te kijken, ik denk, oké, dit is een beweging ingezet. Wat is er gebeurd binnen de organisatie, wat heb jij daarvan zelf gemerkt? Ik kan me ook voorstellen dat het weerstand oproept. Zeker, het heeft weerstand opgeroepen. En waarom? Omdat collega's het idee, die hebben dat vertaald als dat wij een racistische organisatie zijn. Ja. En wat ik ermee zeg, is dat het een structureel probleem is. Dat het op heel veel plekken in onze organisatie voorkomt. En dat er in de systemen van onze organisatie, als ik kijk naar werving en selectie, als ik kijk naar de manier waarop we controles uitvoeren, dat daar in het systeem aspecten zitten van uitsluiting. En dat vind ik echt een vorm van, ja, noem het maar institutioneel racisme. Ja, ja. Dat noem ik echt structureel racisme. Waar we ons bewust van zijn en waar we ook keihard aan moeten werken. En soms zijn we er niet eens ons daar bewust van. Ben je ook wel eens bang dat je, of bang dat je zegt, bevreesd voor dat je zegt, als we zo hard erin gaan, hè, als je dit soort woorden gebruikt, dat ook bepaalde mensen die misschien in potentie welwillend zijn om te veranderen of tot inzicht te komen, dat je die kwijtraakt, die zeggen, ja, de groeten, dat laat ik me niet vertellen. Nou, heel vaak gebeurt dat op afstand. Ik ben er niet zo bang voor. Ik denk als we bereid zijn om het gesprek met de mensen aan te gaan, uit te leggen wat je bedoelt, waarom je het gezegd hebt, dat het over het algemeen dat politiemensen wel zo verstandig zijn dat het ook wel goed komt. Dames en heren, ja, wereldberoemd in de strafrechtadvocatuur, Richard Korver. Dames en heren, goedenavond. Het gevaar staat voor u. De druk van buiten. Want kennelijk is dat nodig. Ik zat ook in die docu, de blauwe familie. En ik heb als advocaat helaas te maken met appgroepen en met de ons kent ons cultuur. Soms treed ik daarbij op voor politiemensen en soms voor burgers. Ik zag in het oorspronkelijke programma van deze avond niemand van de blauwe familie staan.
dat ik hier sta, nadat wij onszelf min of meer hebben opgedrongen, is ook tekenend. De makers zijn niet benaderd. De producenten zijn niet benaderd. De deelnemers aan de blauwe familie op 1A zijn ook niet benaderd. Dat terwijl ik hier hoor in een van de gesprekken dat u, en u is de politie, toe bent aan een schurend gesprek. Hoezo nodigt u die mensen niet uit? Het is eigenlijk direct al even prachtig als schrijnend voorbeeld van het gebrekkige vermogen van de politieleiding om met deze materie om te gaan. Wrijving brengt glans, hè? En ik ben hier vandaag om behoorlijk hard te wrijven in een vlek. Toen wij lucht kregen van deze PR-actie, want dat is hoe wij deze bijeenkomst zien, hebben wij zelf aangedrongen op de mogelijkheid tot het bieden van weerwoord. En de politie heeft een zeer belangrijke rol in de rechtsstaat, namelijk die van handhaver en beschermer. Wij leven nog in een enigszins vrije, beschermde omgeving, dankzij een steeds gebrekkiger functionerende rechtsstaat. Acties van bestuurders, rechters en politie zouden gericht moeten zijn op het bestendigen van die rechtsstaat. Het bestendigen van het vertrouwen van de burger in die rechtsstaat. Maar bij de politie moet helaas geconstateerd worden dat trots op de blauwe familie er nauwelijks nog is. De documentaire laat duidelijk zien hoe dat komt. Homofoob gedrag, seksisme, ronduit racistisch gedrag. Het komt voor en het wordt niet of nauwelijks afgestraft. Sterker nog, slachtoffers wordt gevraagd om te vertrekken, zodat de pleger weer op zoek kan naar een nieuwe prooi. Een bestendiging van de schending van artikel 1 grondwet. Echte verandering vraagt vooral ander gedrag. Niet langer afdekken, niet wegkijken, maar open en bloot op tafel die ellende. Het is zorgelijk dat er bij de politie kennelijk geen draagvlak is voor een echte cultuurverandering. De politie behoort het vertrouwen van de burger te hebben en dat krijgt zij als zij burgers gelijk behandelt. Als de politie niet eens onderling in staat is dat onder het personeel te doen, ja, dan verliest de politie draagvlak. En waar moet het dan heen met die rechtsstaat? De politie moet handhaven, intern, extern, voorbeelden stellen. Maar dat betekent dat met name leidinggevenden die in de fout gaan of foutgedrag tolereren eruit moeten. En ja, ik heb ook iemand hier horen zeggen op het podium, ja, we moeten wel op de uiting gaan zitten, maar niet op de persoon. Bye bye. Sorry jongens, maar in een rechtszaal gaat het er echt niet zo aan toe, hè? Als iemand gewoon voorgeleid wordt, dan gaat het om de persoon en het gaat om wat hij gedaan heeft. De eerste vraag is, heeft deze persoon dit feit gepleegd? Heeft hij dit gedaan? En de tweede vraag is die dader strafbaar? En dan wordt er een straf opgelegd. De mensen uit de blauwe familie en vele anderen kijken via stream mee. En daar is hij weer. Vreemde ogen dwingen. Dank u wel. Richard Korver die spreekt van een PR-campagne. En dat de mensen van de blauwe familie niet zijn uitgenodigd voor dit programma. Zij stonden wel vanaf het begin op de lijst van mensen die uitgenodigd zouden worden. En dat zou gebeuren door de politie, vanuit de politie. Want ik nodig ook heel veel mensen uit, omdat het dan een toereiking was vanuit de politie. Waarom zijn die mensen niet uitgenodigd? Waarom is Eifel Blokland niet uitgenodigd? Terwijl dat eigenlijk wel gezegd werd door de politie dat dat zou gebeuren. Even één. Als het gaat over een PR-stunt, ik vind het spijtig als het zo wordt neergezet. Want wij zijn zelf hier 2 jaar geleden eigenlijk ook met het verzoek gekomen, wetende hoe ingewikkeld het ook zou zijn om dit gesprek ook aan te gaan. Maar dat doen we juist omdat we zeiden van ja, wij staan midden in die samenleving. Dus we hebben die kritische blik nodig. Zo zijn we hier 2 jaar geleden gaan staan. En zo zijn we ook die gesprekken in de eenheden gegaan. En zo kwamen wij ook terug. Wat voor ons veel meer speelde, want volgens mij heeft er nooit ook maar ergens een lijn gezeten bij wie dan ook van ons, dat wij deze collega's niet zouden uitnodigen. Punt is, even gewoon heel simpel, en soms is de werkelijkheid er ook maar weer zo één. Maar ik kan het gevoel van wat het overbrengt of de framing die erop gezet wordt, kan ik niet altijd wegnemen. Maar dit gesprek zou een half jaar geleden plaatsvinden. Maar door corona werd het uitgesteld. Dus er lag een programma, er lag een lijst met uitnodigingen. Tweede, vervolgens hebben op die lijst met uitnodigingen, daar stond hij. Zeker. Hij stond op de lijst van uitnodigingen, maar hij is niet waar uitgenodigd. Waar wij over geaarzeld hebben is, op wat gaat het vragen? Want wij zeiden eigenlijk tegen elkaar, het zou mooi zijn
als wij ook dat gesprek met hen hier op dat podium aan kunnen gaan. Nou, dan zal het ongetwijfeld niet geloofd worden uit mijn woorden. Zo cynisch begin ik ook te worden, sorry. Maar wij maakten ons eigenlijk zorgen. Wij wilden geen druk leggen dat dat zou gebeuren. Juist, en nou is die ook wel weer opmerkelijk, omdat wij er geen PR-stunt van wilden maken. Dus wij wilden eigenlijk niet in die zin over, zeg maar, de rug, zeg maar, zo kan je het kunnen zeggen, van de documentaire heen hier het punt maken. Want we wilden juist ook aangeven van, wij waren hier al langer mee bezig. En die documentaire, ja, inderdaad, we hebben het gewoon aanvaard en gezien als een geschenk. Want het heeft ons heel veel gebracht en een doorbraak ook bewerkstelligd. Dus, ja. Ik had één hele simpele vraag, neutraal. Is er wettelijk kader om iemand bij One Strike te ontslaan voor iets wat als racistisch geldt? En zijn daar definities van? Dus kan dat nu wettelijk? Ja, heldere vraag. Kijk, we hebben gezegd, dit was één. Ik haalde net aan dat wij vorig jaar die dialoogsessies aangingen. Dat ging er eigenlijk ook over om dan eerst ook gewoon, wanneer is nou iets racisme? Wanneer spreken we van discriminatoire uitlatingen? En welke straf staat daar dan tegenover? En voor je het weet, dan raak je in een enorm juridisch debat met elkaar. En daarvan hebben we gezegd, dat willen we niet meer. We willen nu helder de lijn hebben. Let op als dit gebeurt. En vraag twee, en punt twee is, daarna gaan we met elkaar ook onderzoeken. Afhankelijk van de situatie die zich voordoet. Dat is ook waar Johan van Renswoude gewoon ook op is aangesteld. Om daar ook in mee te kijken en met elkaar te kijken. En wat betekent dat dan? En wat is dan daar uiteindelijk ook gewoon de juridische consequentie van? Maar we willen hem gewoon aangaan, want wij zeggen uiteindelijk ook, ik heb maar liever een keer dat ik dan maar een keer, laat ik het zo maar zeggen, nat ga bij de rechter, dan dat wij nog langer het beeld laten ontstaan dat wij racisme en discriminatie dulden in onze organisatie. Dat lijkt mij een fantastische mooie laatste zin van deze bijeenkomst, dames en heren. Dank daarvoor, Lisbeth Huizer. Martin Sietalsing. Mede namens mijn gewaardeerde collega Roger Ajasek zeg ik u ontzettend dank voor uw komst. En niet alleen uw komst, maar natuurlijk ook uw bijdrage. We hebben nooit de illusie gehad dat we een gesprek zouden afronden. Maar mogelijk kan het een verstelling veroorzaken. Dank voor uw aanwezigheid. APPLAUS